allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Anouk en ik ga jullie rondleiding geven in Ruiterhuis. Laten we beginnen bij de cadeaukast. Dit zijn gewoon kleine spulletjes wat je kan kopen voor een cadeautje, voor een feestje of zo. Of noem maar op. Ik ga een paar dingen pakken en ja. Begin bij de glitter. De glitters voor in de maan en staart. We hebben ook nog de etui, zacht. We hebben ook nog een soort dagboek, op zijn er twee. Is gewoon leeg. En een knuffeltje. Voor een leuke, voor een geboorte van een baby. Wel een meisje. Dat was de cadeau. Nu gaan we verder met de verzakking. We hebben veel merken. Denk aan de Cowboy Magic. De NAF supplementen. En één merk wat we nieuw hebben. Is Cavalor. We hebben ook veel verschillende likstenen. Grote verpakkingen. En om niet te vergeten de snoepjes. Nu gaan we verder met de laarzen en de schoenen. Ik begin met de Fabri's. Deze laarzen die worden helemaal met de hand gemaakt. Ik laat er even een paar zien. Bijvoorbeeld deze, een blauwe. Deze met de rode bovenkant. En deze met een paarse krokodil. In deze hoek zijn alle schoenen en chaps. Op deze stoel worden de Fabri-laars opgemeten. En de caps. Daarboven zijn de Charles Owen en daar ook. En dit zijn allemaal GPA-caps. In deze kast hebben we Italiaanse rijbroeken. Bijvoorbeeld McCabe en Ekelijn. Hier hebben we alle Italiaanse rijjasjes. En hier ook nog. En hier hebben we verschillende ondershirts. Hier hangen al onze handschoenen. Er ook nog. En hier nog. Allemaal broeken. En daaronder hangen al onze sokken. En voor de rest hebben we nog allemaal zomercollectie. Hier hangen al onze leren riemen. En al onze hoofdstellen, alle soorten, de zadels, alle dingen wat je op je hoofdstel kan doen. Teugels, martegaal, single, halsters, alles. Hier hangen al onze bitjes, bijvoorbeeld Trust en Springer. Daaronder hebben we allemaal oornetjes, bijvoorbeeld van Ecolijn. Hier hangen al onze sporen, bijvoorbeeld van Stube. Hier hebben we al onze sporenbandjes, leer en stof. En beugels hebben we ook nog. En hier zitten al onze sokken die in de aanbieding zijn. In deze kast zit helemaal bomvol met allemaal nieuwe zomercollecties. Nu gaan we verder met al onze beestbeschermers. Dit zijn de beestbeschermers van McCabe. En deze kast en die kast zit helemaal vol met beestkappen van Fredes. Dit zijn al onze halsters. Van Shetland tot Voel. Dit zijn al singlebondjes en de losse bondjes, de oornetjes, de zwepen. En dit zijn al onze rijbroeken. Grip en zonder grip. Met strijkbroeken. Dit zijn de rest van je jasjes die niet Italiaans zijn. Hier hebben we nog een paar dekens. En allemaal dekjes. Wit. En normaal. Als allerlaatste laat ik jullie de rij met appelkistjes waar allerlei dingen zitten. Bijvoorbeeld de peeskappen, de zeerlijn, springschoenen, handschoenen, hoevenkrabbers, borstels, handschoenen, elastiekjes. Dit was de vlog nummer 2. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef me een duim omhoog en tot de volgende vlog. Doei!